Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Afgelopen nacht trok er een gebied met buien en onweer over het land. En dat buiencomplex zien we op deze satellietfoto nog boven Noordoost-Nederland en het noorden van Duitsland liggen. Nieuwe buien naderen vanuit Frankrijk. De tweede pinsendag begint met volop zonneschijn. Het is bijna overal droog, maar in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuiden de wolking toe. En vanmiddag volgen er dan ook de eerste buien. Daarbij kan het al onweer. Aan het begin van de middag is het 23 tot 26 graden, halverwege de middag plaatselijk 30 graden. In die hele warme lucht kunnen later vanmiddag en vanavond nog zwaardere buien komen met onweer, hagel en forse windstoten. Tijdens de buien gaat de temperatuur fors naar beneden. Morgen trekken de zware buien geleidelijk weg. De zon gaat geregeld schijnen en volgende middag en avond valt er nog slechts een enkele bui. Het wordt ook minder warm, 22 tot 25, misschien langs de oostgrens 27 graden. Woensdag 20 tot 25 graden, flinke zonnige periode en hooguit lokaal nog een bui. Ook donderdag en vrijdag hebben we geen tropische hitte meer, maar temperaturen rond of iets boven de 20 graden. Houden weerberichten voor later vandaag goed in de gaten via Twitter van Weerplaza of op onze website. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.